basisdingen die je mee moet nemen voor een meerdaagse voettocht. Zeker als je langer dan 5 dagen weggaat. Allereerst natuurlijk een goede rugzak. En verder zo min mogelijk daarin. Maar wat heb je per se nodig? Een van de allerbelangrijkste dingen is natuurlijk water. Ik heb zelf een camelback. Heel handig. Je hoeft het niet achterover te doen. Je stopt het zo in je mond. En je kunt het uitzuigen. Je kan het dus aan de voorkant van je rugzak hebben. En onderweg kun je gewoon drinken. Heel erg makkelijk. Dat is één. Een walking kit. In deze walking kit zitten pleisters, gaasjes voor je weg met dood. Of je blaren of je dergelijks krijgt. Verder verpak ik alles in kleine zakjes. In dit zakje heb ik bijvoorbeeld wat je minimaal nodig hebt. En meer heb je ook echt niet nodig. Zijn 2 onderbroeken. Dit is het merk Odlo. Super licht. Je was het s'avonds onder de douche eventjes uit en binnen een paar uur is het weer droog. Zo heb ik er 2 bij me. Verder heb ik 2 paar extra sokken bij me. Ik zelf sfeer bij valkensokken. Ik heb eigenlijk van alles geprobeerd. Maar van valkensokken krijg ik het minste of geen blaren. Verder toiletartikelen. Dit zijn wat medicijnen. Eventueel voor onderweg. Als je last krijgt van je gewrichten. Voltaren, crème. Hier zit het bijvoorbeeld in als je gestoken wordt door insecten, desinfecterende zeep, zonnebrandolie, zeker niet vergeten, en paracetamol. Makkelijk in zo'n zipzakje, goed verpakt, kan tegen water, maakt niet uit. Ik verpak alles eigenlijk los in losse dingen. Verder voor 's avonds, 1 extra, ook weer in een zakje. Daar heb ik in. Een extra trui. Dit is een trui van IJsbreker. Dit is de dikste soort, de soort van IJsbreker. Dit is 260. Met lange mouwen. Ideaal. Vooral als je het gewoon in wat laagjes draagt. Heb je de meeste profijten van. Dit is een t-shirt. Ook van IJsbreker. IJsbreker is merinowol. Van een speciaal schaap. Super licht. En het voordeel, al heb je het 5 of 6 dagen aan, het gaat niet ruiken. Heel belangrijk. Verder, een extra broek. Ik zelf neem altijd graag afritsbroeken bij, mee, want als het lekker weer is, is het wel prettig dat je gewoon in een korte broek kan lopen. Makkelijk, licht. Het weegt bijna niets. Dan neem ik ook voor de avond een paar andere schoenen mee. Hè, want je wilt toch niet helemaal op je loopschoenen lopen. Dan neem ik dus gewoon Crocs mee. Super licht, makkelijk. Je kan er ook mee onder de douche staan. Is ook handig. Het lijkt wel Sinterklaas. Verder, toiletartikelen. Ja, ik zelf vind het prettig om het te scheren. Dus ik heb een scheermesje bij me, uiteraard de tandenborstel, scheerzeep en ik heb ook een speciaal wasproduct. Kun je haar mee wassen, maar je kunt er ook je ondergoed mee wassen. Eigenlijk ja, een multifunctioneel wasmiddel. Heel makkelijk ook. Ja. Nou, in mijn rugzak zitten ook aan de bovenkant allerlei vakjes. Ook niet te vergeten, een zonnebril. Ook heel erg makkelijk. En daarbij heb ik ook nog een hoed bij me. Mijn hoed, ik vind het niet eigenlijk prettig om een hoed te dragen. Maar als het regent, vind ik het wel lekker. Dan wordt mijn bril niet vies. Dan kun je gewoon lekker zo in de regen lopen. Die heb ik bij me. Daarbuiten heb ik ook nog een regenjas bij me. Je kunt ook een poncho meenemen. Een poncho heeft het nadeel, vind ik zelf tenminste, dat de wind er altijd onder komt. Het loopt altijd heel erg moeilijk met zo'n poncho. Het gaat kleven. Ik vind het niet prettig. Dus ik heb liever
gewoon een goede, hele lichte regenjas aan. En mijn broek, als die nat maakt, wordt, vind ik eigenlijk helemaal niet erg, want die droogt ook zo weer. Verder heb ik hier aan eigenlijk een soort hele lichte windstopper. Dat heb je gewoon onderweg aan. Onder de windstopper ook weer een shirt, iets dikker dan een gewoon t-shirt van IJsbreker. En daaronder nog een IJsbreker t-shirt. Eigenlijk heb je meer onderweg niet nodig. Dus zo licht mogelijk. Dit is alles bij elkaar. Dit is een beetje een grote rugzak. Op dit moment heb ik iets meer dan 6 kilo erin zitten. Dus dat is betrekkelijk weinig. Wat er ook nog in zit, aan deze aan de onderkant, heb ik mijn slaapzak. Een klein pakje. En deze is eigenlijk nog aan de grote kant. Je hebt dit is een all-weather slaapzak, dus ook voor de winter. En eigenlijk heb je dat niet nodig. Een licht gewicht, klein slaapzakje is al meer dan genoeg. Nou, dit zijn eigenlijk de dingen die je in ieder geval mee moet nemen op een meerdaagse tocht. Alles wat je extra meeneemt, moet je ook dragen. Onderweg heb je ook nog wat fruit bij je, wat te knabbelen en je water. Dat is ook allemaal gewicht. Je portemonnee natuurlijk niet vergeten, je fototoestel, je iPhone, oplaadapparatuur. Dus alles bij elkaar gaat er toch wel wat wegen. Probeer het in ieder geval onder de 10 kilo te houden. Ik zou zeggen, veel plezier en geniet van het lopen.